Ik ben Sarah Moernout, oprichter van Rocking Seats. Wij hebben Rocking Seats opgericht naar aanleiding van onze dochter die geboren werd in juli 2018. Blijkbaar bleek zij een huilbabytje te zijn en ik wou al heel lang een schommelstoel die paste in de babykamer met zachte kleuren en dergelijke. En dat was onvindbaar op dat moment, dus dat is de reden dat wij gestart zijn met Rocking Seats. Onze belangrijkste waarden vandaag zijn sowieso stijlvol, kwalitatief en comfortabel. En ik denk ook zeker aan onderhoudsvriendelijk, want als jonge mama weet je hoe belangrijk dat is, dat zaken makkelijk te kuisen en te onderhouden zijn met kleine kindjes in huis. Als starter komen er toch wel wat uitdagingen op jouw pad. Het allerbelangrijkste bij ons was om een sterk merk neer te zetten. Nu, een sterk merk neerzetten, hoe begin je daaraan en wat is dat allemaal? Dus in ons geval was het heel belangrijk om een logo te creëren dat heel sprekend was. Een merknaam dat alleszeggend was. En dat is het sterkste punt of het moeilijkste punt geweest bij de start. Ik denk het allerbelangrijkste wat we vandaag gedaan hebben is ons merk laten registreren, ons concept laten registreren. Rocking Seats zal in de toekomst zeker geconfronteerd worden met een aantal uitdagingen. Een heel belangrijke daarbij vandaag zal Brexit zijn, want we hebben een aantal klanten, of toch heel wat klanten, die uit Engeland komen. Dus dat wordt nog een tijdje afwachten wat dat daar uit de bus zal komen. Ik heb een hele tijd gewerkt bij BNP Paribas Fortis als private banker. BNP was mijn enige en mijn eerste werkgever. En ik heb op die manier van A tot Z meegemaakt hoe een volledige kantoorwerking eraan toe gaat. Zij hebben mij geleerd hoe je een degelijke klantenrelatie opbouwt met klanten. Hoe je op een proactieve manier klanten kan benaderen. Ik heb altijd gedroomd om een eigen bedrijf op te starten. Maar om eerlijk te zijn is dat nooit in mij opgekomen. Omdat ik een zekere job had als private banker. Maar ja, toen onze dochter aan geboren is als huilbaby, heeft zij alle plannen omgegooid. Mijn relatiebeheerder bij BNP is Caroline Bremers. Zij zorgt voor heel wat meerwaarde in onze onderneming. Wij kunnen bij haar terecht voor met allerlei vragen. Ze is flexibel. We zijn vaak in het buitenland om inspiratie op te doen. En op dat moment helpt zij ons zelfs vanuit het buitenland verder onze onderneming draaiende te houden. Als ondernemer heb ik geleerd dat je moet volharden, dat je moet doorzetten en niet onmiddellijk moet opgeven. Bij de start kom je heel wat tegen en heb je direct de neiging om te zeggen van dit kan ik niet of ik ga hier niet mee door. Maar uiteindelijk is volharden en doorzetten de enige weg naar succes.